Welkom bij mijn nieuwe vlog Halloween. Ik ben Plina en wat leuk dat je erbij bent. Ik heb voor vandaag een hele leuke knutsel. Tenminste, ik vind hem heel erg leuk. Dus ik hoop jullie ook. Ik heb allemaal hele oude lijstjes gekocht. Hier en daar vandaan verzameld. Zo goedkoop mogelijk heb ik ze proberen op te zoeken. Want ik had alleen maar het frame nodig. Ik heb de achterkant niet nodig. Ik heb het glas niet nodig. Dus het hoefde voor mij helemaal niet duur te zijn. Wel wou ik graag een beetje dat kleuren waren die je terug kon vinden in Halloween. Dus ik heb zwarte en houten en volgens mij ook een zilver lijstje ertussen zitten. En ik heb een zooi doilies op de kop getikt. Doilies zijn niet goedkoop daarentegen. Dat is dan wel weer jammer. Maar je hebt dan ook wel wat. Ik heb 6 lijstjes, 6 doilies gehaald en wat nepspinnetjes. En daar gaan we een heel leuk arts and craft projectje mee doen. Voordat we verder gaan, vergeet dit filmpje niet alvast eventjes een duimpje omhoog te doen. En als je nog niet geabonneerd bent, doe maar op die rode knop. Daar help je namelijk mijn kanaal mee groeien en daar help je mij heel erg mee. Let's go! Nou, hoe cute is dat? Ik ben er in ieder geval heel erg gelukkig mee. Ik wil een beetje bijdraaien, want ze hangen hier gewoon. Zo, ik zat er gewoon gezellig bij gestaan. Nou, ik vind ze echt super deluxe schattig geworden. En het heeft ook wel een beetje een chique uitstraling. En Halloween glamour stijl past het prima tussen. Ik vind ze nogmaals echt heel erg leuk geworden. Dus ik laat ze gewoon lekker hangen. Voor zolang ik kan, zodat mijn vriend zegt, laatst klaar. Ook met die haakjes, die kunnen best veel hebben trouwens. Ik ben er heel erg blij mee. Zie je? Die zijn niet heel erg goedkoop, maar ze zijn wel echt heel erg fijn. Want ik heb van die opgespoten muren. Normaal heb je er echt een schurf staan, want je kan er gewoon helemaal niks mee. Elk dotje verf wat je erop doet, en weg is het. Dus je hebt echt 10 emmers nodig voor je een metertje kunnen verven. Als je van de trap afvalt, dan heb je niet alleen je botten gebroken omdat je van de trap treden dendert. Maar je hebt ook heel je huid eraf gescheurd. Dat je zo langskomt. Ja, dus ik heb normaal echt wel eens een hekel aan die muur. Maar voor dit doeleinde is het een geweldige muur. Ja, hebben we ook eens een keertje dat. Ik hoop dat jullie deze knutsel ook leuk vonden. Heb je nog geen duimpje omhoog gedaan? Dan mag je dat nu alsnog even doen. Als je hem dus leuk vindt. Ook nog niet geabonneerd? Dat kan daar beneden op de knop. En het is gratis. Ja, heel veel mensen zeggen dat telkens bij hun kanaal. Het is gratis. Ik weet niet waarom ze dat zeggen. Want volgens mij zijn alle kanalen gratis. Maar ik denk, ik doe gezellig mee. Dit was hem weer voor vandaag. Ik zie jullie graag morgen weer terug. Ken je niet wacht tot morgen? Dan ben ik ook nog op Instagram en Facebook te vinden. En die linken staan hier beneden in de beschrijving. En wil je nog gezellig een reactie van mij? Dan moet je eerst zelf even een reactie plaatsen. Ja, want daar reageer ik namelijk altijd terug. Onder de beschrijving, in de comments. Ja. Ik ben lekker doet. Ik zie je morgen weer. Doei!